Ik ben Jeroen Advocaat en ik ben zandkarver. En hier in Gaderen maken we heel veel zandsculpturen. Dat betekent dat we aan het begin van het jaar de zandbergen compacten. Dan zijn we met grote shovels en hijskranen bezig om het zand aan te stampen in bekistingen. En dan hebben we het ontwerp ongeveer klaar. Dan komt er een grote groep kunstenaars. Dat zijn kunstenaars van over de hele wereld. Die verzamelen zich hier om dan het nieuwe thema uit te beelden in zand. En ik ben een van die kunstenaars. En dan komen we met scheppen en grote en kleine gereedschapjes. Krijgt iedereen een opdracht en dan beelden we zo'n een bepaald thema uit in een zandsculptuur. En als we dan helemaal klaar zijn, dan breekt de zomer, de lente een beetje aan. Dan wordt de tuin aangelegd en dan krijgt alles een mooie kleur. En dan zijn we weer klaar voor het zomerseizoen. En in de winter bijvoorbeeld, dan dat is eigenlijk niet echt een goed seizoen voor zandsculpturen, dan maken we ijssculpturen. Dus dan brengen we hier grote blokken ijs naartoe en dan komen vaak dezelfde soort van kunstenaars, maar dan met beitels en kettingzagen hier om in ijs te zagen en ijssculpturen te maken. En dat zal ook deze winter weer te zien zijn hier in Gaderen.